in hun doen en hun laten. Je herkent ze, ook al ken je ze niet. Zoveel mensen waar je nooit mee zult praten, die je ziet in de straten voor een kort ogenblik. Met hun dromen en hun simpele mensen, die herkenbare mensen, zoals jij, zoals ik. Silver bell, it's Christmas time. Ja? Hey, hallo. Dag. Hi. Ik ben zo klaar. Schiet je een beetje op, anders kom je te laat, ja? Een minuutje nog, ja? Neem even een drank. Nee, dank je. We krijgen straks nog drank genoeg. Ja, dat zit er dik in. Zo, je ziet er weer geweldig uit vanavond. Zeg. Dank je. Wacht die plaat even af. Oh, oh, stuk, hè? Ik vond het zelf juist heel stemmig. Ik wou je even wat zeggen, namelijk. Ja. Die, Hier. Die party, ja, van vanavond, ja, is vreselijk belangrijk, ja, weet je dat? Natuurlijk weet ik dat de baas komt en dan de kopstukken komen. En wij gaan, hoe zal ik het zeggen, op de weegschaal, ja, zeg ik het goed? Ja, zo is het precies. Nou, ik zal mijn uiterste best doen om mijn eigen goede indruk te maken. Hè? Alleen hoe, hè, dat vind ik toch moeilijk. Moet ik nou geestig zijn of juist grappig of serieus of ad rem of... Ik loop er de hele dag over te pieken. Je moet terughoudend zijn. Je bescheiden opstellen. Respect tonen. Dat is het, daar kon ik niet op komen. Respect tonen en terughoudend zijn. Ja, jawel, maar ik moet aan de andere kant toch even laten zien dat ik hersens en karakter heb. Stel je niet aan. Het is hele eer voor je dat je bent uitgenodigd. Nou, ben je zover? Ja, ik dacht wel. Sleuteltjes mee, dank je ook mee. Ja, vooruit met de geit. Kom. Zo. Hé, hey, wie kan dat nou zijn? Ja, hé, hey, we hebben nu geen tijd meer. Ja, hallo. Hallo. Met wie? Met Margriet. Margriet? Ik ken geen Margriet. Een of ander kind dan haar. Margriet, hoe heet je nog meer? Want ik ken geen Margriet. Hallo, wie ben je? Wat is er? Ik ben zo bang. Bang? Ja. Maar waarvoor bang? Hoe heet je van je achternaam? Margriet Somers. Margriet Somers? Kennen wij mensen die met zomers? Nee. Ja, waarom bel je op? Ik ben zo bang. Bang? Waarvoor? Het is hier zo donker. Oh god, zijn kind is bang omdat het zo donker is. Leg neer. Ja. Waarom bel je mij op? Hoe weet je mijn nummer? Ik heb zomaar wat gedraaid. Oh, zomaar wat gedraaid. Wat moet ik doen, hè? Zijn je papa en mama niet thuis? Bernard! Wacht al even. Hallo? Ja, daar ben ik weer. Ben je helemaal alleen? Mama is er niet. Oeh. En waar is mama naartoe? Ze is er niet. Oh. Leg nou neer, we moeten gaan. We zijn al te laat. Huilt. Margriet, waarom huil je nou? Mama komt er gewoon weer bij je terug. Margriet, waar is mama naartoe? Margriet, hoor eens, nou moet je niet meer huilen. Ze huilt alleen nog maar. Ja, allicht, het kind is bang in het donker. Laat er het licht aan doen. Wat heeft dat er nou mee te maken? Hallo. Hallo, Margrietje, hier ben ik. Niet meer huilen. Hallo. Ja, ze houdt niet meer op. Het is helemaal van de kaart. En nu leg je die horen neer. Nee. Nou,
Hallo, Margriet. Hallo, kun je me horen? Ben je daar nog? Margriet, waar woon jij? Wil je me alsjeblieft vertellen waar je woont? Wat moet je nou met de adres? Rozenlaan 10. Rozenlaan 10? Zo is het wel genoeg. Verdrietig zoals dat kind huilt. Ach, ze heeft zomaar wat gedraaid, alleen omdat het donker is. Ja, we moeten nu echt weg. We slaan natuurlijk een fantastisch figuur als we daar te laat komen. En ik zou me vast een goed excuus verzinnen als ik jou was. Ja, ik kom. Ja, weet je, ik was vroeger ook wel eens als kind bang in het donker. Want dan zeg je wel, dan moet ze dat licht maar aandoen. Maar dat is natuurlijk helemaal het probleem niet. Wat is het probleem dan wel? Dat ze bang is voor het echte donker. Ja, dat begrijp ik. Nee, daar begrijp je niks van. Dat gaat niet over met een lichtknopje. Dat is een gevoel van eenzaamheid. Van verschrikkelijke eenzaamheid. Dat zal dan wel. Ja. Zo'n kind is natuurlijk toch volkomen hulpeloos. Waar is dat eigenlijk? De Rozenlaan? Ja. Hoezo? Nou, niks vraag ik mee, pap. Is dat in de bloemenbuurt? Weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, natuurlijk, al ligt het in de bloemenbuurt. Hè? Maak je even open. Ja. Zij, het is niet eens zo ver om eigenlijk, hè? Wat bedoel je? Nou, ik bedoel om daar even langs te gaan. Al gaat 10 minuutjes om, hè? Waar langs gaan? Waar langs de Rozenlaan, daar hebben we het over. Dan kunnen we even met dat meisje kijken. Misschien kunnen we haar even troosten. Ben je wel helemaal goed in orde? Wij zijn uitgenodigd bij mensen die ongelooflijk belangrijk voor je zijn. Die uitnodiging is een grote eer. Daar kun je niet aan voorbij. Lieve schat, ik weet het allemaal. Alleen al te laat komen is onmogelijk. Ja, maar we zijn sowieso te laat. Wat maken die 10 minuten nou uit? Dus je wilt dat kind per se opzoeken? Ik zeg je dit een klein stukje om. Verdomme, die angst. Ik wou dat jij er eens gehoord had. Dan had je misschien begrepen hoe erg ze er aan toe is. Ik wil nu graag precies weten wat je gaat doen. Ik ga er snel even langs. Als je dat doet, hou je wel heel weinig rekening met je beroep, je carrière en met mij. Met jou? Ja, omdat ik dit niet begrijp. Omdat ik hier absoluut geen begrip voor kan opbrengen. Maar liever 10 minuutjes. Ach, Bernard. Ach, neem jij nou je eigen auto. Ga jij vooruit, bedenk wat. Zo vreselijk is het toch allemaal niet. Doe nou. Gesproken heb, dat ben ik. Hallo? Ja? Oh. Je hebt me toch verteld waar je woonde, Rozenlaan 10? Nou, dat heb ik goed onthouden. En dan ben ik even langsgekomen om te kijken hoe het met je gaat. En om te zeggen dat je niet bang meer hoeft te zijn. Hallo? Ja? Ben je nog bang? Ja. Nee, als je niet bang meer bent, dan kan ik beter gaan. Want ik moet nog iets belangrijks doen. Ja, maar ik ben nog zo bang. Oh. Zal ik dan even boven komen? Ja. Ja, maar heel eventjes dan, hè?
het zo erg dat je zo moest huilen? Nou, kom, ga eerst eens naar binnen. Het is veel te koud. Zo. Nou, zie je wel? Daar moet je niet meer aan. Hè? Nee. Kijk maar, je bent toch niet meer alleen? Je had mij even opgebeld. En je bent meteen gekomen. Ja? Ja? Kom eens. Zo, doe dat weg. Zo. Arm weg. Even schuiven. Nou, verder, zo. Oeh, wacht. Kom. Ga je lekker in je bedje. Ja? Zeg, waar slaap je eigenlijk? Daar. Oh, nou, wijs maar. Hier slaap ik. Oh, mooi. Nou, ga lekker in je bedje liggen. Zeg, en dan blijf ik hier wel zitten tot je slaapt. Is dat goed? Hm? Ik kan niet slapen. Ah, je moet al morgen naar school. Dan moet je nog goed uitgeslapen zijn. Welke klas zit je? In de vierde. Vierde? Goh. Nou, dan kan je niet zitten knikkenbollen in de bank. Want dan zegt de meester... heb je een meester of een juf? Een juf. Een juf? Nou, dan zegt juf tegen jou... zeg maar, Gietje. Wat is dat? Slapen onder de les? Oeh, krijg je op je kop. Ja, nou, ga lekker liggen. Hè? Dan laten we het licht aan. Hoef jij niet meer bang te zijn? Nee, want ik ben er nou. Ja? Blijft u hier? Ja, ik beloof het je. Kom, ga lekker liggen. Zo. Ik heb dorst. Oh. Ja, dan moet je wat drinken. Hè? Wat wil je graag hebben? Limonade uit de ijskast. Oh, en de ijskast is die... Waar is de keuken? Zal ik het weer even wijzen? Nee, even nou liggen. Zo, ik vind het wel. Laat het dan in dat kastje. Zeg. Je mag me toch niet achterna komen, hè? Zeker niet op je blote voeten. Zo vat je kou, hoor. Nou, vooruit, naar bed. Zo. Zo, snel het bed. Kijk eens. Hier, neem maar eens een slokje. Zo. Mooi. Niet meer? Zeg, je kijkt nog zo wakker uit je ogen. Je hebt helemaal nog geen slaap. Nee, helemaal niet. Nee. Ja. Zitten we dan? Hè? Ik zou toch eigenlijk wel eens willen weten waar jouw papa en mama zijn? Mama moet werken. Oh, wat doet ze voor werk? In een restaurant. Oh. Oh, en papa? Ik weet niet waar die is. Oh, die woont hier niet? Nee. Oh, ja. Nou, ga dan maar liggen. Hè? Lekker liggen. Zo. Oogjes toe. En snaveltjes dicht. Hé. Hey. Heb je ogen niet echt dicht? Jij kijkt stiekem. Nou moet je lachen. En als je lacht ben je niet meer bang. Weet je, ik heb eigenlijk geen tijd meer. Ik moet nog hele belangrijke dingen doen vanavond. Ik moet weg. Nee, niet weggaan. Wilt u me voorlezen? Voorlezen? Maar lievertje, ik zeg je, ik moet nog hele belangrijke dingen doen. Van, ik... Nee, nou niet huilen. Voorlezen. Ja. Goed. Wij kunnen er beter snel van doorgaan. Ach, zei het konijn, er zijn overal jagers. Dat is zo, knikte de vos. Je bent je leven vandaag de dag geen moment meer zeker. Wie bent u? Tot u hier. Hoe bent u hier binnengekomen? Ze slaapt. Zo. Eindelijk heb ik mijn hand weer terug.
Ik zal het u uitleggen. Nou, wie bent u? Hoe komt u hier binnen? Oh, dat is heel eenvoudig. Uw dochter heeft mij binnengelaten. Ze had mij namelijk opgebeld. Opgebeld? Ja. Ze was bang. Bang in donker. En ze huilde. Ach ja, ik weet dat ze soms midden in de nacht mensen opbelt en dan een potje gaat staan huilen. Oh, doet ze dat vaker? Ja. Maar de meeste mensen hangen meteen weer op. Oh, ja. U bent eigenlijk de eerste die echt wat onderneemt. Waarom doet u dat? Waarom? Ja. Ja, waarom? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, het was een vreemd telefoontje in de avond. Trouwens, telefoontje. Het was meer een kreet om hulp van een kind dat huilde. Ze was bang. En toen vroeg u waar ze woonde? Ja. En dat zei ze natuurlijk meteen. Ja, dat zei ze meteen. Dat mag ze toch niet doen? Nee. Nee, ik vind eigenlijk dat ze wat voorzichtiger zou moeten zijn. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Er is gewoon geen andere mogelijkheid. Een paar keer in de maand kom ik 's avonds laat thuis. Ze moet maar leren om alleen thuis te zijn, hoor. En bang ben ik ook wel eens, daar wen je wel aan. Je moet me maar niet kwalijk nemen. Ja. Ja, ik weet al een beetje de weg in uw huis. En ik heb in de keuken een fles whisky zien staan. Zullen we er eentje nemen? Ja, of zou ik u een sprookje voorlezen? Nou nee, in sprookjes geloof ik niet meer zo erg. Eigenlijk moet ik er snel vandoor, zei de vos tegen het konijn. Maar ik schenk er toch nog eentje in. Ja? Fijn dat u toch nog kon komen. Hartelijk dank voor de bloemen. Nou, ik begreep. Meneer Wolters, de directeur vraagt me. Natuurlijk. Wat jammer. De heer Wolters. Zeg, wat hoorde ik dan net? Ja, het spijt me. Ik moet hem een ogenblik zo zeggen. Ja, ik hoorde al, er had een kind opgebeld. Ja. Was helemaal in thuis en bang geworden. Ja, zoals ik zei, het spijt me verschrikkelijk. En wat praat u over spijt? Ik persoonlijk vind zoiets alleen maar bijzonder te waarderen. Heeft u dat kind gezien? Ja. U heeft er ook wat kunnen troosten. Ja. Hij moet hem maar eens haarfijn uit de doeken doen. Tja, weet u, we zijn allemaal wel eens bang in het donker. Maar wie moeten wij dan opbellen?